Van iedereen, welkom bij een nieuwe episode van Glory United. Ja, we zijn weer back, maar voordat ik mijn lovely panel ga voorstellen, jullie weten zoals altijd eerst de intro. We zitten hier met mijn lovely panel man. Een aantal mensen waarvan ik heel hard hou, heel lang niet meer heb gezien. En ik begin eerst met uh, Moza Froes. The Redeem Team! Ja, hij is dom, man. Ja, hij is dom, man. Ik weet al wat de vibe is vandaag, man. Ah, naar jullie, guys. Het is ook vandaag de verjaardag voor Randy, Dus eerst Randy bon anniversaire. Dank je wel, man. Hoe oud word je? 50? Hey bro, kijk, kijk 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 kijk, ik ben niet ik ben niet Andy, ik, ben niet Andy. ik Ga niet met die grapjes, ik ga maar niet ik met, met die Andy grapjes. Ik ben Andy mijn mijn voor. ervoor. Nee nee, nee 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 Ik ben ja, niet maar... Andy. Andy heeft dat lang, lang geaccepteerd, maar mij niet. Ik ben gewoon 29. Mm. Ah sissi, Meteen gegooid. Ik ben gewoon geen blabla, bla, snap je? Ja, man. En dan natuurlijk je hebt vandaag al zijn stem een beetje gehoord. Ah, is Keizer ook man. Let's go. Snap We're je? Back. Hij, hij is eerst naar Turkije gegaan voordat hij naar hier zou komen. Mm. Snap je? Haarlijf sterk. Snap je? <laughs> yeah. Marokko, 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 Marokko. Snap je? Dichterbij. <laughs> ja, dat is Spanje en dan kan je kiezen. Snap je? Ga je twee of <laughs> Of is dat met de boot of met de wagon? man? Hey, maar ik ben blij om hier te zijn. Nog, ja, altijd. man. We zijn terug. We, we zijn er heel zoveel uit. We hebben vandaag verloren met 3 tegen Manchester City. Maar, maar het, is bon. het is niet mm. dat we verwachtingen hadden nog van dit seizoen. Het is niet dat we verwachtingen hadden in deze wedstrijd. Maar we beginnen wel, denk ik, heel goed met een 1-0 van Rashford. Uh, die deze week een aantal statements heeft gemaakt. Maar hey, we, we zitten hier met twee jongens die goed voorbereid zijn qua quotes. Dus we zullen hem <laughs> wel straks naar boven halen. Maar uh, ja, man, Dreen vloot tegen City. Uh, ik kan eerlijk zijn, mijn hoofd was niet heet. Deze keer zo'n lange tijd. Mijn hoofd, was niet, mijn hoofd was niet heet. Het was zo heel, 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 zo heel kort. Zo vijf seconden. Balverdienst van Amrabat. Maar voor de rest. Dat was zo van, ah. We, we knew die, snap je? Mm -hmm, we hadden yeah. nog een beetje hoop van. Misschien kunnen we nog wel een puntje stelen of drie punten stelen. Maar dat is niet gebeurd. Uh, maar ik ga eerst kaatsen naar mijn guy Monza. Monza, wat vond je van de wedstrijd, man? Um, ja, ik vond uh, dat we heel goed wa uh, waren gestart. In de zin van: je zag zeg maar, oké, okay, meestal de top 6 wedstrijden. Ten dag heeft een gameplan. Uh, het is zijn enigste plan, maar huh? he, hij heeft een gameplan. Rustig. En <laughs> <laughs> meestal proberen we dan iets uit te halen. Als het nou terug, terugzakkend is. Nu hebben we zeg maar, toch wel op de belangrijkste momenten. Um, toch wel die individuele kwaliteit die naar boven kwam. En Bruno houdt de bal vast, legt hem af. En ja, Rashford maakt misschien zijn beste goal in een Manchester United shirt. Nah, ik, ik denk Arsenal was ook hard. Se. Die, uh, ik vond, ik vond deze... die Akka zo hij van 30 meter, ja. dat, is zo, dat, is, dat is een reference. Uh. Ik vond die, die van vandaag beter. Nee, ik vond ja. die, van die, van die van. Ja, omdat hij een tijd is, misschien. Ja, man, dat is. Maar de techniek die... op deze is. Techniek maar ik, deze ik vond die andere hard, man. man. Hij koopt ja. zo. Hij ja, doet die takken. Die was ook hard. Zakken, tja, tja, was ook hard. Korte hoek. Maar de techniek op deze vond ja, ik echt van, wel is... wat anders. Die tegen West Ham ook van vroeger, die is ook een contender. Toen hij nog zo jong was, toen hij nog getrapt was. Die, wat deed hij? dat was ook zo'n of wat dan hij ook ging over de bal ja, over de ja bal. En, dan en dan zo dan ver in de kruising ja. ja. maar hij heeft, heeft een beetje ritme mee ook zo tegen Arsenal zijn debuutdoelpunten waren ook niet slecht He en heeft een en beetje mee natuurlijk niet de vrij trap tegen Chelsea de vrij Chelsea dus ja goed gestart um, het ding is onze eerste helft was goed hè mm. uh, ik, ik weet niet wat het is maar op een gegeven moment stopten we gewoon mee um, uh, Evans werd eraf gehaald. Ik weet niet of het door blessure was of gewoon dat hij de wedstrijd wil veranderen. Ik weet niet. Op een gegeven moment halen we dan Rashford en um, Kobbe eruit. Kobi. Dus ja, ik weet niet wat de redenen zijn geweest van deze wissels. Uh, maar het zijn wel wissels die uiteindelijk breken, vind ik dan. Want je ziet gewoon dat de hele shift verandert in het spel. Um, er zijn veel meer open. Er zijn heel veel individuele fouten die dan gebeuren en zo. Ja, man, uh, ik heb een positieve gegooid. Nu, voordat ik dadelijk zeg maar ga switchen naar wat ik oh, eigenlijk oh, oh, oh. hier kwam doen. Laat eerst, laat eerst de familie spreken. Ja, ja. maar, maar ik wil gewoon okay. even, dit wil ik er al uithouden. Want dit is zeg maar, ik ben nu even gewoon in mijn vrijgevige bui. Ik moet, ik moet mensen hun excuses aangeven. Okay. Eh, geven en zo. Okay. Uh, als eerste mensen die mij sorry krijgen. Eerst is soos. Ja, je wilde het horen, je hebt het gehoord. Tweede, Mourinho. <laughs> ah, Mourinho. Mourinho. Ah, damn. Um, going back. Morinho, toen, toen jij die hele speech gaf over voetbal editage, ik heb jou een uur lang uitgescholden. <laughs> maar uh, ik, wow. moet, ja, ik moet zeggen toch wel gewoon dat je respect krijgt en zo. Ik zie dat die love daar is en zo, dus dat is vergeven. Ja, en de laatste guy die mijn excuses moet krijgen is toch wel. Ole, zet will... Nee, don't do that. Nee, don't do that, man. Nee, don't do that, man. Nee, 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 nee. nee. <laughs> jij, moet op, jij, moet, jij moet ook excuses aanbieden. Ja, maar eh, Ja, 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 ja. ja, ja. Oh, omdat we kijken. Hij oh, is beter nee, dan nee. deze cricket? Ja, nee, maar excuses, nee. dat is extreem. Man. Nee, dit is de <laughs> uitvoering. We, nee, we moeten eerlijk zijn, snap je? We moeten eerlijk zijn. Wat Olli heeft gedaan met deze selectie en ook José Mourinho. Want weet je, toen Mourinho zei. toen hij tweede werd met deze ploeg, dat was mijn biggest achievement. We waren allemaal aan okay. het lachen. We waren allemaal het uitschelden. Maar het is gelijk. Hetzelfde ook mee met Olli. Het voetbal dat we hadden onder Olli. voor een langere periode was beter dan die van Den Haag. Ik vind. Ten ik op zijn piek ja. zijn, zijn voetbal is beter dan van, van Olli. Sowieso. Daar ga ik mee akkoord. Ja, Oli is een ja. transfers zijn ook beter? Huh? Nee, we, Dus als we kijken gewoon naar voetbal mm. dat werd gebracht op het beste, is Ten haag zijn voetbal beter. Maar, tjbj, we hebben dat voor drie wedstrijden gezien, daarna hebben we dat niet meer gezien. Mm -hmm. Maar Oli hebben we wel vaker gezien, snap je? Ik kan me wel, Gimma's, herinneren dat we vaker zo. We deden iets, snap je? Ik heb ja. nog steeds die groep zoals in de Champions League. Sabián, daarna hebben we dat opgefokt tegen Istanbul bij hier. Ja. Maar in het begin we waren we daar. Dus, Oli kwam dat daar. Hij werd dus door de fans, dus door, door het bestuur. Mm -hmm. Hij heeft moeilijke resultaten gehad. Maar ik vind wel, voor het termijn waar hij coach in was, heeft hij voor mij wel goed werk geleverd. En daarom dat het een beetje jammer was, dat hij werd ontslagen. Want wij, want wij zien allemaal altijd hetzelfde onder elke coach. Mm -hmm. Transfers worden niet gebakt, verkeerde speels worden gehaald. Als er speels worden gehaald, dan is dat meestal zo uh, commercialized speels. Dus zijn speels die uh, shirts gaan verkopen en de dingen, maar nooit echt elke in functie van het team. Je heb dat gezien bij met Mourinho, we dat je met Van Gaal, we dat je zien met en dan nu weer gezien met Erik ten Hag. ten Hag heeft iets meer vrijheid gehad in transfers. En 400 miljoen Ja, miljoen. zijn transfers. Heel veel vrijheid hoor. Maar je ziet wel Ik vind bij olle, de transfers hij heeft gemaakt en zo. we gaan praten over Den James en zo in het filosofie van zijn spel. Was Pas hij wel, wel. logisch. Ja. Met een Haag. En we counteren beter. Eén moment met jou, Frenkie. Je eindigt met Amrabat. Dan zal ik me ook vragen. En we spelen beter countervoetbal. <laughs> dus, uh, Ollie. daar vind ik wel dat Oli zijn respect of een sorry moet verdienen. Want hij werd op een lelijke manier uit, uh, uit de club gezet. Wat niet zijn fout was. En ik denk met betere structuur. En ik denk andere trainers ook. Maar ik denk ook vooral Oli. Met betere structuur. Want Oli had wel een bepaalde visie. ...en Dat moet je eerlijk zijn. Want hij zei ook zelf. Hij deed eigenlijk niet echt tactiek. Dat is Carrick. En. Ja. McKenna. Hmm? McKenna. McKenna en Carrick. Ah, ja, McKenna was meer tactiek en Carrick was meer speelstijl. Dus we kijken naar Middlesbrough en ze spelen voetbal. Vorig, zeker vorig jaar, dan zeggen speel we: spelen goed. mooi voetbal. En we kijken naar McKenna: doe hij het oké okay nu bij Ipswich Town? Dus hij had wel een bepaalde visie van: oké, okay, ik ben technisch niet die guy. Dus hij had wel een bepaald team samengesteld, snap je? daar moet ik wel Olie zijn respect. Ja, ik ga niet nemen. voor iedereen praten. Ik, ik praat gewoon vanuit mijn kant. Ik, ik ben een fameuze mijn geweest en zo. En ik wil gewoon vanuit mij. Ik, 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 ben, hem, ik ben hem. een excuses voor je schuld, man. Hij mm. is een man united legend en zo. En ik heb hem vies gedaan. Dus mm. Olie, I'm sorry man. Nou. Ja. Ja, een garçon gastje een I'm sorry. Ja, 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 ja. I'm sorry. Nou, franchement, hoe de die man heeft dat geschonden? Een poli, mal educé. Aron, wat vond jij van de wedstrijd, Man City-United? Uh, ja, natuurlijk. Kijk, we wisten allemaal voor de wedstrijd wat er ging gebeuren. Oké, okay, ja, we scoorden die eerste doelpunt, heel mooi doelpunt, maar um, ja... Hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer dat we allemaal wisten dat de 1-1 ging komen. En vanaf de 1-1 zeiden we ook allemaal collectief um, dat de mentaliteit van de spelers veranderde. Uh, onze hoofden gingen een beetje zakken, de motivatie was er niet meer. En vanaf de 2-1, ja, dat was het gewoon boeken toe. Hè. Dus uh, ja, ik... Uh, tuurlijk is het, niet, het is niet mooi om te verliezen, maar pff, ik ben niet verbaasd of zoiets. En ik, mijn hoofd is ook niet eens zoals jij zei. Dus. Nee, denk, denk zo... Denk, bij mij, las laatste keer ik mijn hoofd echt was verloren dit seizoen, was zo Gima tegen Kassaray, denk ik. Dat, mijn hoofd was echt ah, moest, ja omdat we echt wel kans hadden om... Nee, niet Kassaray. Hebben we tegen Welsen verloren? Jawel, we hebben hier met de twee gezeten. Ah, ik weet... uh, <laughs> dat Galate was daarna nog thuis. <laughs> ja, en, en uh, Kopenhagen Vrij, en zo en al die dingen daar. Toen, Nagen, dat was ja, was gedaan dat was echt frustrerend. Ja, het seizoen was, was gedaan. Voor mij was het gedaan. Echt frustrerend, man. Maar onze coach heeft daarna wel gezegd, hè, een aantal dagen geleden tegen Nottingham Forest, dat we vier wedstrijden verwijderd zijn van een, een FA cube Dus ik heb nog hoop dit seizoen. Ik heb nog, ik heb nog een beetje belief. Dan tegen wie moeten we? een Ah oh, ja, we moeten terug tegen, uh, tegen Forest. Uh, replay. Nee. Nee? nee, Liverpool. We begonnen van voor ja eh, Sorry, man. We, sorry. Hebben, we hebben gescoord de laatste minuut. Jouw favoriete speler daar? Hè. Broer. Ah. is daarmee mij, man. Maar bon, uh, Randy, wat vond jij van de wedstrijd? man? Want ik denk mm -hmm. dat je ook wel een uh, aantal dingen hebt gezien. Uh, ik wil gewoon uh, Rashford bedanken voor uh, dit mooie uh, verjaardagscadeau. Mm. Mm. <laughs> ja, dat is alles. Dat was het. En de rest van de selectie? Nee. <laughs> Unana. Eerste, eerste helft, schitterend. Ja. Yeah. Um, ja man maar... <laughs> ja, ik wil de positieve dingen eruit halen nee nee, nee, nee um, om eerlijk te zijn, um, wij, wisten wel, wij wisten wel hoe dat de wedstrijd ging uitdraaien um, ik vond het wel interessant om te zien dat hij met een, uh, met een Bruno Fernandes als false nine heeft gespeeld en dat we eigenlijk in balbezit met een met een brede twee, twee spitsen brede twee spitsen speelden mm. dus dat vond ik wel interessant om te zien Um, zeker omdat, omdat die twee spelers, ja, Garnacho en, uh, en uh, Rashford, dat zijn lopers. Ze dus waren wel in een element. Als je, als, je mee, als je tegen City speelt, heb je veel ruimte in de, in de rug van de verdediging. Dus dat was zeker interessant om te zien. <clears throat> um, Kobe Mano heeft voor mij bewezen dat hij echt de guy is. Ondanks, ondanks dat we echt um, verdedigend speelden. Mij, op het moment dat hij flits inderdaad. Ja, voilà. Die bal, dat hij die buitenkant voetbal. Naar pas. Nou, hij is echt de guy. Als je echt hem een ploeg kunt geven waar dat hij zijn ding kan doen, dan gaan we echt mooie dingen van Maar ik ben wel maken. bang voor, uh, voor Kobe dat hij op een bepaald moment dat zijn niveau naar beneden wordt getrokken naar het niveau van de andere mensen. Dat heb ja. Gezien, ja. Ik heb dat bij iedereen ik, gezien. En ik weet niet. Ik, weet niet was... of, of ik, hem, ik wil graag dat hij bij United blijft, hè, maar ik dat zou niet zo... verbaasd zijn als hij op een dag zegt: van, Kijk, ik ben weg omdat ik ergens anders beter, beter voetbal wil spelen. Snap ja. je? Want dat, was, dat sowieso, was sowieso een punt dat ik wil aanhalen later. Dat is gewoon hoe dat wij onze jeugd, hoe dat wij onze jonge spelers eigenlijk begeleiden. Ja. Want ik vind dat ik vind echt problematisch op dit moment. Um, maar verder, ja, tijdelijk als we kijken de eerste 60 minuten van United. In hoe dat United de wedstrijd wil spelen, was goed. En dat is een referentie om daar ten aanzien naar de wedstrijd zijn natuurlijk, van, ja. uh, ik vind dat wij een goede. Dat is dan wel vaker van. Uh, we hebben een goede prestatie gehad en we hebben goed gespeeld. Is, en, is, en er zijn heel veel fans die daar boos om worden, maar jij ziet het natuurlijk anders. Waarom. Ja, inderdaad. Omdat, Kijk, als trainer lief je in een bubbel. Je werkt naar een bepaald, naar een bepaalde, doel. Uh, naar een bepaald doel, naar een bepaald plan. Mm -hmm. En als je ziet dat je plan. Op een bepaalde manier wordt uitgevoerd, dan ga je als coach zeggen van oké, okay, we hebben erop gewerkt, en we hebben, we hebben erop gewerkt, en hij is goed wat well, Oké, okay, we hebben de wedstrijd verloren. Maar 60 minuten, lang, 60 minuten lang hebben ze eigenlijk gewoon gedaan wat ze moesten doen. Ze zijn vroeg 1-0, ze zijn vroeg 1-0 gekomen. En ze hebben, ondanks dat we in de eerste half al 15 schoten hebben gekregen, hmm. hebben ze wel uiteindelijk een solide, solide defensieve wedstrijd gespeeld. Maar wij als fans gaan ook gewoon zeggen. Ja, nee, dit is niet United. Zo willen wij niet spelen. Mm -hmm. Daarom hebben mensen ook gewoon boos zijn zoals die man niet naast mee. <lacht> <lacht> da, maar, daar gaan we eerlijk zijn, maar we moeten kijken van oké, je hebt de trainer die werkt, die in een bubbel leeft. Mm -hmm. zegt van wij willen op die manier spelen en op die manier werken. Ja. En hij ziet gewoon 60 minuten lang dat ze het zo hebben gedaan. Ondanks het resultaat. Je kunt dat ook een beetje zien als een ding, of, uh, hoe kan ik het zeggen, als een. Um, ja, zoals een beetje als, de, als ja, nee, zeggen, als de leerkracht, maar eigenlijk niemand als een ik, slechte ik, referentie. Ik snap maar. wat je wil mm. zeggen, want uiteindelijk, en ik denk dat we als fans veel minder hebben, want vaak zijn er inderdaad, wedstrijden geweest, waar ten daarna zegt van. En soms begrijp ik het, soms helemaal niet. Dus er zijn wedstrijden waar hij zegt van, we hebben goed gespeeld, waar wij als fans inderdaad denken van, dat was verschrikkelijk en ik wil dat nooit meer in mijn leven zien. Mm. Maar op bepaalde momenten begrijp ik wel, als je als coach met een bepaald systeem of met een bepaalde speels aan toe moet gaan werken, je ziet soms elementen in een wedstrijd waar je zegt van, we zijn, of soms zegt dat we zijn, we gaan naar de juiste richting. Wij gaan niet akkoord, want we verliezen drie, vier wedstrijden of, of, of we hebben geen bal bezit of we scoren twee doelpunten vroeg tegen Luton en daarna doen we niks. Dus wij zeggen van, ah, oh, maar... Welke directie is het dan dat je naartoe moet gaan? Maar ik denk ook vandaag zie je wel een aantal elementen. Defensief stond het oké. Okay. In de omschakeling heb je wel een paar kansen. Wat aan mij een beetje stoort is. De keuze die hij vandaag maakt om Bruno vandaag in de valsenlijn te gaan zitten. Zeggen wij. Wekenlang al, want we weten al, Rashford gaat in de spits niet doen wat hij moet doen in de spits. Hij, oh, hij gaat niet kort komen, hij gaat niet kort komen, zelfs in de spits loopt, loopt, uh, loopt hij niet vaak diep, mm -hmm. hij heeft geen hold-up play, dus het is moeilijk voor Rashford om, 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 een bepaald, ja, om, om, de, om zijn spel te gaan omvormen in zo'n positie. Dus wij zeggen langer, zit een McTominay daar, zit een Bruno daar, zit Guys die... Want Bruno gaat wel kort in de bal komen, want ja, die moet de bal voelen natuurlijk. Ja. En dan help je wel natuurlijk met twee met, twee met Ganacho en Rushford, die wel in de diepte kunnen gaan lopen. En dan is mijn ding gewoon van, als je dit soort spel moet gaan spelen, en je zit nu al drie weken zonder spits, waarom probeer je dan niet vroeger een, een Bruno Fernandes? Want vandaag, als je kijkt en de kansen die we krijgen, en normaal gezien inderdaad om te meer scoren, en die denkt tegen ploegen die... Eén, minder goed zijn of minder kwaliteit hebben als een City, want ik denk als Walker er niet staat en het komt Rashford denk ik iets meer in de wedstrijd nog meer betrokken, heeft meer kansen. Hoe dat City een beetje voetbal tot die druk zetten. Als je die spelers weghaalt en je zit tegen een Luton of zo bijvoorbeeld, en ik zeg niet dat we zo tegen Luton zouden moeten spelen, maar als daar het idee is hoe jij wilt voetballen, het dat nu, als we dan de volgende wedstrijd gaan spelen tegen, ik weet niet wie, tegen Everton en je zit weer in de spits, dan denk ik van ja, maar dan is logica weer helemaal. Helemaal messed up, snap je? Ja. Dus daarom, dat ik vandaag weer zag ik van oké, okay, Van Aan is op de, op de false nine, dat vind ik leuk, dat vind, dat vind ik interessant, en daar, door, daaruit waren we gevaarlijk in, en dan zie je dat Rashford een doelpunt scoort, oké, okay. vandaag was dat ook 100% top, maar je ziet wel, die scherpte is er iets klein beetje meer bij. En dat is wat mij een beetje irriteert met van, Haag, is van, soms is, het, soms is de oplossing recht voor u. Maar je negeert die omdat je aan bepaalde dingen moet gaan vasthouden. Mm. Maar dan vandaag kan je wel gaan omswitchen. Dat is een beetje zo het hele moeilijke aan dit verhaal met dan Haag van: dat is heel veel frustraties. Ook met het, met het Lindelof ding, dan komen Cambalas erop, en dan kan Lindelof wel centraal spelen. En dan zitten we dat lot wel linksbij. Ja, ja, ja. ja ik, dat, ik word daar gewoon gek van, snap je? Mm. Maar ja, dat is, dat is, dat is heel seizoen, denk ik. Ik, ben, ik ben 100% zeker dat al die oplossingen die wij bijvoorbeeld waar wij aan denken, dat dat gewoon op tafel liggen. Maar dat is gewoon wikken en wegen. Wat gaan we juist gaan doen? Mm. En dan... dan je... Waar zit je de je aan mijn hoofd neer Hij zoetig. heeft geen clue. Broer, oh, kwartier, man. Nee, hij heeft broer, geen clue. Speak up. Nee, nee, ik zweer het. Elk... Oh, nee. Elke keer wanneer hij zegt, mm. dit doen we niet, want dat gaat niet, komt hij erop terug. Mm. Why? Mm. Waarom doe je dat niet vanaf het begin? Waar speelde Van vorige keer Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, mm? ja, ja, ja. Recht centraal, vandaag mm. ook recht centraal. Elke keer staat hij recht centraal. Ja, maar... Oh, kijk, uh, dingen zeg. Kijk, uh, ah nee sorry, linkscentraal, linkscentraal, ja, link ja ja ja. Ik heb geen issue mee dat we zo spetteren City, hè? Mm. Maar we spelen zo elke wedstrijd. Dus ik trap er niet in. Mm. Dit is hoe je speelt. Volgende game gaan we ook zo spelen. We gaan even leuk beginnen. En dan gaan we weer 70% Bobby's geven aan een tegenpartij. Wie het ook is. Mm -hmm. Het is niet alleen omdat het City is. Daarom heb ik het zoiets van: bro, ik ben het zat met jou. Nee, maar het, 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 de keuze voor personeel dat hij kiest vandaag is anders dan de vorige week. En dat stoort me een beetje. Want vorige week was hetzelfde. Maar, maar hij maar... staat hierom gekend. Hè? Zelfs bij Ajax, deze guy hè, heeft in zijn eerste jaren letterlijk gewoon gewisseld, 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 gewisseld. Totdat het klikt. Maar hij kan zeg maar bepaalde. Uh, maar dat... logische, logische oplossingen die er zijn, gaat hij negeren, omdat hij ofwel favorietjes heeft die hij wil spelen en hij wil dat het lukt, oftewel hij ziet het gewoon niet. Maar dat is wat ik niet snap, want bijvoorbeeld, uh, Aaron, jij kijkt ook elke week, mm -hmm. waarom zien we wekenlang, Garnacho, Garnacho heeft een heel goede prodopressie gehad. Mm -hmm. Wat hij echt aan het zijn, was, was, dat we zeiden van rechts moet even zijn positie worden, totdat we dan daarna wel iets fixen, dan hij terug op links gaan spelen, maar rechts was hij goed. En dan zien we ineens een paar wedstrijden, oké, okay, hoe mm het -hmm. van uit, Ah, Ganacho links ineens, uh, Rashford ineens pit. Dus alles wat dat eventjes klikte, dus Ganacho rechts en al die dingen daar. Nee, we gaan Bruno rechts zetten, we gaan Bruno daar zetten. En dat is wat mij gewoon irriteert. En vandaar kijk je en zeg je van. Ah, nu zet je twee breakers met mijn tom in een dingetje. En Meno mag deze keer uw vrijroep pakken. En dan zien wij inderdaad met Meno dat dat iemand is die wel die, die pas kan geven, die wel die technische uh, vermogen heeft. En daarom denk ik van. Je hebt een aantal stukken in deze selectie dat klopt. Ik denk dat Lotte weer eens back is een lock. Ik denk dat jij op centraal van achteren, vaaraan, en dan moet er nog iemand bij komen, is een lock. Konada is een lock. Meno moet een lock zijn. Casemiro is er eentje. Bruno is er dan ook eentje in zijn, in zijn systeem. En Rashi, en Garnacho. Well, moet er ook eentje zijn, maar hij presteert niet. En Garnacho is er ook eentje. Maar hou ze dan gewoon daar, snap je? En zeg je, oké, okay, ik heb geen spits. Laat mij iemand daar zitten die wel in de spits kan spelen. My. Maar laat mij niet... Ah, iemand... twee guys ja dat is... ja, maar dat is... tegen, wel... tegen wie was dat want uh, je zei dat al, voorson uh, gaat dan waarschijnlijk gewoon voor week. Uh, in de spits maar ja, dan speelt hij die... dat speelt die reswert in de spits ja en voorson Forcent... en dan heb ik ze voor... oh, man. je wisselt heel die voorhoede door twee guys ah, ja dat is dus maar voorson en 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 dat was en, dat was heel... en dat was hier vorige week in de, in de chat dat was mijn hele probleem Dat was mijn hele probleem toen ik ik had dus dat nog getagd. gewoon omdat je heel die gesprekken zou lezen mm -hmm. want ik heb het niet gelezen. Wow. Wow. Nee, maar het hele ding was, we zien de opstelling, we weten, oké, okay, Rashford als spits, daar gaat niet. Ofwel, ofwel moet je hem spelen zoals nu, waar, dat hij, waar dat hij een vrije rol kan hebben als een, in een systeem. Mm. Want dat is, denk ik, zijn beste rol dat hij kan hebben als hij echt als spits zou moeten spelen. Mm. Een forson, forson, hij is iemand die de bal kan bijhouden, hij is sterk aan de bal en hij kan ook gewoon... Hij kan ook gewoon eigenlijk, Uitwijken naar de beide kanten. Dus je kunt eigenlijk, je kunt eigenlijk gaan dynamisch gaan beginnen spelen, snap je? Mm. Um, maar dan zie je, maar, maar dan was er een hele, een hele discussie van: ah ja, nee, Rashford is onze topspeler, blablabla, en dan moet, moet in de spits blijven, bla bla Maar dan zien, wij, de, dan zien wij de wedstrijd dat hij gewoon niet, dat dat gewoon niet zijn ding is, en hij zit niet in de wedstrijd, vergeleken met vandaag. Kan hij kan meer dan doen, want je ziet hoe dynamisch ze is. Hij gaat opeens van, 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 de, van, de, hij gaat van de linkerkant naar de rechter, van de rechter naar de linkerkant. En hij, kan gewoon, hij is meer vrij. Mm -hmm. Dat is, is zo'n speler. Ofwel mm -hmm. met Rashford, ofwel ga je inderdaad met twee lopers gaan spelen in de spits, ofwel moet je met Mem gaan lopen als een 9,5 en niemand in de spits die de bal kan bijhouden. Mm -hmm. Zo moet je Mem dan spelen, denk ik. In, uh... Ik wil een vraag aan Aaron. Uh, ja, een aantal dagen geleden in de Freshford een, een interview gedaan met de Players Tribune, als ik het juist had. Ja waar um, had hij een beetje gesprek over de negativiteit van de fans nou, naar hem toe zelf, mm -hmm. um, waarop jij het tweet natuurlijk, het is een beetje gevaarlijk nu voor Rashford zelf, want hij moet nu wel een heel goede wedstrijd spelen. Ja. Heeft hij je vandaag een beetje kunnen overtuigen? Nee. Waarom niet? Um, en waarom, Wat was er dan denk ik verkeerd? Want je zag ook dat de timing van zijn interview ja, niet klopte. Ja, ja, eerst en vooral vond ik uh, de timing van, van zijn interview niet goed, uh, omdat ik snap dat hij hij wil zich verdedigen en hij wil aan mensen Echt bewijzen dat hij, dat hij echt van de club houdt en zo. En dat weten we al, snap je? Um, maar ik vond de timing slecht, omdat, eerst en vooral, je hebt een, je hebt een derby op, uh, op zondag, vandaag. Uh, als je dan verliest, hè, we weten allemaal, natuurlijk, wij houden daar niet van. Wij vinden dat niet mooi. Maar op sociale media kan het soms echt wel walgelijk zijn. Wat, er mensen, wat mensen over u zeggen, snap je? Wij kon, kunnen dat niet controleren. Maar bijvoorbeeld nu gaan mensen zeggen: van ah, kijk, je hebt een interview gegeven, maar uw prestatie was. Matig. Hmm. Dus waar is, jouw, waar is die inzet nu waarover je sprak? Snap je? Um, en kijk, zoals ik zei, ik heb geen probleem met spelers die interviews geven en die zichzelf gaan verdedigen en zeggen van kijk, dit is niet waar en dit is niet, dit is niet waar. Het zijn allemaal rumors en ik, ik doe mijn ding en bla bla bla. Oké, okay, het is allemaal goed. Maar de feiten zijn op dit moment speel je niet goed. En ik vind de enige manier hoe dat je het aan de fans kan bewijzen is op het veld en, maar het moet echt consistent zijn, niet alleen vandaag en dat is heel vaak bij Rashford. Vorig jaar bijvoorbeeld, uh, wat was het verhaal tegen Wolves? Uh, hij was te laat voor een meeting of zo, yeah, dus hij start de op de bank. bank. Hij, 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 hij komt, erom, om, uh, komt erop, hij scoort. Yeah. Dan uh, dit jaar was er uh, het verhaal met uh, hij ging naar Belfast en zo, yeah, uh, yeah. geen partij. Hij, party, yeah. hij Kwartier, komt terug. Elk, dit jaar, elk jaar. Yeah. <laughs> hij komt terug, hij prikt. Vandaag na die interview, hij prikt, maar wat er vaak komt na die, nadat hij scoort, is niks. Mm -hmm. Hij heeft gescoord tegen... Al, vorig jaar was het een beetje anders. was het he, topseizoen. Uh, ja. Voilà. Dit seizoen tegen Wolves. Hij scoort na het verhaal in Belfast. Daarna niks meer. Ja. Vandaag, hij scoort. Hopelijk gaat het zo voort. Maar ik persoonlijk denk dat we niks meer gaan zien. Mm. Dus ik heb zoiets van... jij spreekt alleen... Wanneer het jou past en wanneer jij jezelf moet verdedigen. Maar moet hij zichzelf ook niet verdedigen aan de tijd? Want ik vind het wel een beetje vreemd, en dan wil ik het ook een beetje gaan praten over Forson. Omdat Forson nu in de selectie komt en heel veel fans zijn negatief, want ze willen graag aan het dialoog zien en al die dingen daar. En het is hetzelfde een beetje bij Rashford. En ik denk dat we dat ook met andere spelers hebben gezien. Porba vooral, maar ik wil het hebben over uh, Rashford en Forson. <kwijnt> omdat het wel twee jongens zijn die uit onze eigen jeugd komen. En ik zie niet heel veel bij andere clubs, behalve bij Chelsea, want daar zijn ze ook op de huid van Gallagher, mm. zie ik het niet vaak gebeuren dat fans echt op de huid zijn van hun eigen spelers. Zeker ook omdat hij een speler is en hij heeft dat gezegd in zijn interview ook wel, van, hij heeft de, uh, de, de opportuniteit gehad om naar het buitenland te gaan en andere te gaan, voor andere ploegen te gaan spelen, meer geld te gaan verdienen en al die dingen. Hij is gebleven bij de club hij is ook iemand die al, wat is het, wat is hij nu Hij daar echt al Negen jaar bij United 6, of zo? 6, ja, 6, ja, hij wordt 27 in oktober. Ja, hij, zit er al, hij zit er al sinds zijn e dus hij zit er al negen jaar bij de club. Hij als, heeft, prof. Als, als prof. Als ja, prof, ja, ja. Vanaf de jeugd was vanaf hij de, 10. vanaf zijn tiende of zo, hij was hij ja, al super lang. Ja. Maar als prof zit hij er al negen jaar. Um, en je ziet wel een bepaalde toewijding aan de club, vind ik wel bij Rashford. En ik vind dat wij dat als fans soms vergeten, en wat dat mij ook heel hard irriteert, en dat is gewoon heel voetbal is, wij vergeten soms dat spelers een slecht seizoen kunnen hebben. Dus je hebt soms van die momenten en ik was erover aan nadenken van als je balie speelt, dan zijn soms seizoenen waar dingen gewoon. Je kan met de perfecte selectie spelen en alles wat dan vorig jaar lukte, de passes die jij krijgt, de aannames die jij doet, de schoten die jij neemt, kan een jaar daarna slecht zijn. En het kan net zo goed zijn, en dat is het enige. En ik snap waar dat de negativiteit bij Rashford is: het is te veel op en down. Mm. Het is niet te veel stabiliteit. Maar ik denk dat wij te veel spelers gewoon zijn, zoals Ronaldo, Messi, Haaland, Kane. Al die guys die consistently 40, 30, 50 doelpunten scoren en zeggen van Rashford moet die guy zijn. Wat ik denk dat Rashford gewoon een consistent 15 doelpunten per seizoen is, wat oké okay is. Ik denk dat dit seizoen ook gewoon gaat halen. Ik ben niet zeker, want ik heb zijn ze bekijken. Maar ik denk wel dat hij zo'n speler is die niet altijd superconsistent gaat zijn. En dat moeten wij ook ergens oké okay vinden. Waar het probleem is, wij maken hem onze posterboy. Nummer 10, Big Rashford, allemaal grote propaganda erachter. En daarom, dat... en daarom heb, kijken wij naar... Maar ik vind eigenlijk voor onze eigen jeugdspeler mogen wij iets meer grace of loyaliteit of meer support gaan hebben... Voor een speler die elkaar heel veel iets aan ons heeft gegeven en die ik kon vertrekken. Maar dat wou ik ook zeggen, wij doen dat al. Ook al hebben we soms heel veel kritiek op Rashford, de fanbase houdt echt van die gast. Het hele land houdt van die gast nadat hij al die dingen heeft gedaan met politiek en zo. Ja, het hele maar, land houdt van hem. Maar, maar kijk, de, club, die... de club heeft hem alles gegeven wat, wat zij hem konden geven. Mm -hmm. Ze hebben hem de nummer 10 gegeven, ze hebben hem een nieuw contract gegeven, mm -hmm. ze geven hem alles wat hij nodig heeft. Op dit moment vind ik persoonlijk, en ik heb dat vorige week gezegd tegen een vriend, wat hadden een, een heel lang gesprek aan de telefoon, ik zei tegen hem van, op dit moment vind ik op 26, bijna 27 jarige leeftijd, mm -hmm. zou Rashford eigenlijk onze kapitein moeten zijn. Al die kleine, die, die young boys, die, de garnachos, de Kobe's, de, 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 mm -hmm. de Forsons, ze moeten naar hem opkijken. Mm -hmm. Zelfs Zelfs de oude heads in onze ploeg zouden naar hem moeten kijken van jij zit al heel lang bij die ploeg. Als er iemand is in die ploeg die weet wat het betekent om voor Manchester United te spelen, mm -hmm. dan ben jij dat. Wanneer het misgaat, zouden wij eigenlijk naar jou moeten kijken en zeggen van, hey, Rashi, wat ja, moeten wij doen? Abut, ja, ja. Maar ja, waarom abut. gebeurt dit niet? Maar het ding is met Rashford, het is dat Rashford een product is, is een product van het bestuur dat slecht, een slecht beleid heeft. Want hij komt ook door in zich de omstandigheden. Maar... En hij, heeft in een, hij zit in een klimaat als jeugdspeler. waarvan dat jij als United wordt je een beetje gepamperd in de jeugd. want je bent een van, de top, ja. nou, een van de top academies in de hele wereld. Je komt ergens door en alles is gewoon. vanaf het moment dat hij is doorgebroken om te nadenken. De jongen, heeft moeten spelen. omdat Charlie Wilson, Memphis, Martial, Rooney, Van Persie. Ja, was al die guys waren blessen. Ja en dan pas is het begin gekomen en oké okay, dat is niet erg, want blessures gebeuren maar dan moeten we gaan kijken naar seizoen 1, hij komt erin onder Van Gaal wordt hij wijd als een spits mm. seizoen 2, uh, Van Gaal wordt ontslagen wie komt er daarna Mourinho denk ik uh, speelt hij op de flank speelt mm. flank 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 dan is het seizoen hij speelt weer in de spits Dan komt hij erbij hij is nummer 1-guy. guy ah, Ronaldo komt erbij bang soms dus het is bij hem heel veel chop and change. Hetzelfde met Marcel een beetje. Want zij zijn rond dezelfde periode opgekomen. Er is heel veel veranderd tijdens, die, tijdens de evolutie van een club. Dat zij zich ook niet hebben kunnen establishen. Dus zij worden gezien als... Ja, jong zelf. Want zij hebben nergens onder geen enkele bestuur... Of, of, onder, of geen enkele manager... hebben ze anciëniteit. Zij, zij kunnen naar geen enkele speel kijken en zeggen van... Ah, jij bent, jij bent inderdaad, wat jij zegt, het voorbeeld in het team. Hmm. Omdat het team zo vaak is eigenlijk moest Rashford al tien jaar geleden krijgen van het is uw team en we gaan rond u bouwen. Maar elke keer dat, we, dat er een nieuwe coach komt, die zit, ah, we gaan ploeg bouwen rond Pogba, we gaan ploeg bouwen rond Fernandes, we gaan ploeg bouwen rond uh, Lukaku, we gaan ploeg. Dat is maar, elk jaar zo geweest. Maar, maar, maar denk, je dat, denk je dat dit bijvoorbeeld Rashford gaat stoppen of zou kunnen stoppen om beter te worden aan, aan, aan wat dan ook? Want ik kijk op verschillende vlakken en ik probeer niet uh, uh, disrespectvol te zijn of zoiets, maar ik kan je geen drie dingen noemen waar Rashford beter in is geworden over de jaren. Uh, Afwekking rechtervoet, is het echt beter geworden? Beetje, maar niet nie, nie fantastisch maar veel. Kunnen ja. we echt kunnen wij, bij Rashford kunnen we echt spreken over een variety of finishes, zoals wij in het Engels zeggen. Kunnen we daarvoor spreken? Ik denk van niet. Kunnen wij zeggen van uh, de kopballen van Rashford zijn beter geworden? Niet echt. Dribbelen is nog steeds hetzelfde. Uh, decision making. Uh, het is nog steeds Maar wie heeft hem moeten ontwikkelen in de jaren? Ja, maar We het moet ergens ook had. aan jezelf liggen. Snap je? Het is niet dat alleen, geef ik toe. Want, want, want dat ik hoor altijd van ja, maar hij heeft niet de juiste coaches. G, je hebt onder van Gaal en Mourinho een coaching gehad. Twee van de beste coaches in de geschiedenis van voetbal. Als je daar tegen mij gaat zeggen van hij heeft geen coaching gehad. Dat maar is welke coach heeft hij wel ontwikkeld? De vorige. Het ding is, het ding is, is ook, als voetballer Als voetballer moet je jezelf ook ontwikkelen. Er zijn twee dingen. Hè. Er is inderdaad het feit dat hij als product. Product is geweest van het slecht beleid van de club. Mm -hmm. Dat dat niet gemakkelijk is om in zo'n zo zo omgeving eigenlijk te groeien. Maar dan heb je ook als tweede. dat is een voetballer die heel veel geld verdient. Hij kan zich omringen met de juiste mensen rondom hem. Mm. Het is niet omdat je een trainer hebt op de club. Het is niet dat je een trainer hebt op de club die inderdaad de ja. ploeg traint. Jij gelooft dat zelf niet. Wat Jij gelooft dat zelf niet. Of wat? Wat? Wat jij nu zegt, gelooft jij zelf niet. Wacht, wacht, wacht. Of wat? Want je hebt zelf persoonlijk training gegeven aan jongens. Ja. Als jij die jongens training geeft, met welke visie doe je dat? Nou? Van de club of van jouw visie? Je... Jouw visie? Nee, nee, nee. W wacht. Wacht. Okay. Wacht. Als, 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 je, als je inderdaad een persoonlijke coach hebt die enkel met u gaat werken, mm -hmm. je gaat toch een individueel gesprek hebben met de speler en zeggen van oké, okay, mm -hmm. wat zijn uw sterke, sterke punten, mm -hmm. wat zijn uw minder sterke punten, waar ga je op werken op je minder sterke punten? Natuurlijk. Omdat hij beter moet worden in die aspecten. Mm -hmm. Dus als je, als je een persoonlijke coach hebt, als je een persoonlijke coach hebt, ga je werken op de kwaliteiten die jij hebt, op de kwaliteiten, op de zaken die jij moet verbeteren. Oké. Okay. Jullie hebben allemaal dit jaar, voor allemaal United. Ja. Ik ga naar Moonsa, want hij is een tijdje toe geweest. Pre-season, uh, uh, Rashid heeft een interview gedaan met Gary Neville. Ik weet niet of jullie het nog herinneren, hij was in Portugal hij was aan trainen ja, de het trainen met Declan Rice. Ik enzovoort. had heel, was aan, ik had fragmentjes gezien. Hij was aan het de met Declan de Rice en mijn Foden en zo. Ja. En uh, al die guys daar in Portugal. Mm -hmm. Hij heeft gezegd, toen. Ik heb vorig jaar een topseizoen gehad, mm -hmm. want ik heb, ik heb stabiel op de linksflank kunnen spelen. Mm -hmm. Ja, dit jaar bereid ik me ook voor om stabiel de te spelen. Wat gebeurt er in één van het seizoen? Spelen, spelen. Uh, Sancho's, Vols uh, Nine of zo? Nee, zelfs nee, nee, niet. Ja, Want Spitz, we hadden de Central 9. op de bank. Ja, sorry, maar we hadden de hele voorbereiding op Sancho's, false nine gerekend. Zodat yeah. Rashford yeah. op de flank kan spelen. Om dan één hey, wedstrijd voor, was, was tegen, tegen Lance Daar Ja. Hebben wij Rashford op, op in de spits gespeeld. Toen ja. zagen we al van wat ben je aan het doen? En dan ja. eerst wedstrijd van het seizoen, Rashford spits. En dan zeggen wij, oké. Okay, Bijvoorbeeld, nu wij zeggen hij is privé trainingen gaat doen, want hij is, hij, is, hij is gaan werken op bepaalde dingen. Zo dus begint, hij moet in de spits spelen. En dan, dan komen we terug op het eerste punt. Het en slechte, dat is, het, ja, het, is niet beleid het beleid van de club. Dat zijn die twee zaken. zaken. Oké, okay, wordt woord beginnen, de worden, praat. Hey, uh, <laughs> ja, nee, ik vind, ik vind, ik vind uh, nee, want ik moet nu even de balance brengen. Want het ding is, vorig jaar, en ik heb het ook vorig jaar heel vaak bij Manchester United, in Gloria United gezegd van. Een van onze beste voorhoeden was Sancho, uh, Sancho, Nee, nee, Sancho, Rashford uh, Anthony. In Periodeland. Rushy, was, Rush in de Spits? Ja, want Marshall was een periode, was hij blijf maar Maar Die periode, ze speelden heel goed. Mm. En in die periode was ze toen. Oh, Benny McCarthy, Rashford is, is doing a thing. Ja, ah, hij kopt meer, hè, die binnentickets en zo. En dan nu opeens, als het niet gaat, is het van, ah, het is coaching en zo. Kijk, ik heb gewoon zoiets van, kijk. Mm. Dat Rashford een paar gimmas in de spits moet spelen omdat het nodig is. Ik heb zoiets van, bro, suck it in. En probeer zo goed te doen als je vindt. En ik vind dat niet erg mee. Maar hij om dan een hele excuses te zoeken van... Ah, nee, uiteindelijk, bro, deze guy is 26 jaar. Hmm. Hè, is doorgebroken als spitta. Moeten we niet vergeten. Daar, ja, daar, door, daar, daar, daar ben ik akkoord mee. Doorgebroken als spits. Van Gaal wilde hem enkel gebruiken als spits. Want als linkse vlak. Hij wist hij ging daar niks uit halen. Want je weet hoe van Gaal speelt. Ja. Hij wil flanken hebben die bijdragen in het elftal. Eenmaal toen Mourinho kwam. En hij zijn spitsen ging halen. Heeft hij er een, 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 een vleugelspeler van gemaakt. Ja. En we zien in zijn spel als vleugelspeler. Hij, beperkt, hij, beperkt heel, hij heeft heel veel beperkingen. Omdat hij meer een aanvaller is op dat vlak. Zeg maar. Dus uiteindelijk is hij een victim van zijn. Van zijn Um, dus hoe zijn hij eigen zegt, doorbraak. Van zijn eigen doorbraak. En hoe hij ge gebruikt is geweest. Want we hebben niet... Rashford is altijd de guy geweest. Hij moest er staan. Mm -hmm. Hij moest er staan. Maakt niet uit hoe. Hij moest op, de scoring, uh, hij moest op het uh, wedstrijdspeld staan. Dus we hebben hem heel vaak zeg maar, op posities gezet. En misschien niet echt genoeg gecoacht. In de beste positie waarin hij zeg maar moest doorbreken. Mm. Nu, op 26 jaar leeftijd... Uh, bij mij met die interview... Ja, Ik, ik hoor hem wanneer hij zegt van... Uh, Natuurlijk, de media is iemand toch, ze bouwen je op om je uiteindelijk weer af te breken. Dat is hoe de media is. Maar hij heeft ook benefits gehaald daaruit. Zou ik bedoelen, hij Why heeft ook wel benefits. benefits uit, hè? Waar zijn de benefits? Is een hele brand gecreëerd. Ja man. Zijn hele zijn brand, welke brand? Die, 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 die. naast het wel met al die politieke wel, dingen en staan. Sorry, als, en, en die ik, tweets van ah, ik heb net met Barack Obama gesproken. Ja, nah, ik ben nee, geen brand bouwen. ik. ben ja, geen maar, brand bouwen, man. Ja, maar, ja nee, maar, Broer, charity work. De media heeft hem zijn brand gegeven. Nee, oké, maar Ik denk niet dat hij. Ik denk dat hij echt in een situatie heeft gezeten van. Hey, die school Mills shit, sorry. Meek Mills. Niet die Mills. Maar. <laughs> praat, hey, wow, wow, wow. <laughs> ja, <laughs> nee, die. Niet hey, die. Yo, nie, yo, nie die. Hey, nie die. Maar als er <laughs> één persoon is hier in deze ruimte dat dit is, is het sowieso arm. Maar dus, snap je? Uh, hij heeft dus die hele meek Meals stijl gekregen, snap je? Maar ik denk echt wel dat hij in de situaties gezeten is, natuurlijk, waar hij gewoon echt ja, minder bevoordeeld was, natuurlijk. Mm. En dat hij echt wel iets was aan het doen. Ik denk gewoon, die picked it up. Ik denk zijn team zei van ja, we moeten dat wel een beetje... Want uiteindelijk, door naar de media te gaan, heeft hij wel een verandering kunnen krijgen in het hele school meal systeem in Engeland, snap je? Dus ik vind dat niet een brandbouwer, snap je? Ik vind niet dat, dat Rush echt een brand heeft opgebouwd. Hij is gewoon de guy die zegt van hij is die nice guy off the field. Die goede dingen doen. Maar voor mij heeft hij geen brand. Voor mij, een speelster die een brand heeft, je gaat dat meteen voelen. Zo, Lampie, Ronaldo. Ben Wat? een Misschien is dat omdat wij, omdat wij dat hier misschien niet zo voelen, snap je? Ik heb niet het gevoel dat hij echt and, een brand and, heeft. And, allee, ik, wil en, niet, ik wil niet die guys... Hij heeft die... een naam, hij heeft een aanzien en hij betekent iets. los van voetbal. Ja. Maar ik heb niet het gevoel dat hij een brand heeft. I want als we zeggen brand, bro, dan... Slaat Manchester Ibero Ridge heeft een brand opgebraakt. Hij he hey, is de face of the club. Ja, maar hij heeft geen brand op Die Dingen hebben hem daar gewoon geduwd. Je hij niet zo de club. Ik denk, ze gaan een garage pushen als face of the club. Als je dit jaar ziet, hoe ze heel veel Ja, dat denk ik ook. Maar om verder te gaan, over het interview zelf. Je hoorde hem ja. Kijk, bij mij is het gewoon van bro, je krijgt geen negativiteit om je krijgt negativiteit, je shit bent. En om eerlijk te zijn. Hij, heeft, hij, is het min, hij is een van de guys geweest die het nog steeds het minst heeft gehad. Voor de slechte prestaties ja. die hij in het verleden heeft gehad. Ik ja? ja, nee, ik denk het niet ja? meer. Ik denk dat hij eet, van iedereen tegenover wie we Als Fred dit jaar nog in ons elftal zat, de guys zoals er zo geen negatieve kijkers tegen hebben. Nee, maar denk dat Fred, déjà, hij je gekoppeld aan iemand anders. Maar ik denk dat was meer zo panter. <laughs> <laughs> Snap je? Het was zo. Ja, hij werd echt Fred, gebashed, Ja, maar, hij was, was ja, hij maar werd... niet als Rashid man. Sensio zou nu in het elftal staan. Hetzelfde would... doen we als Rashid niets doen. En we weten wie de, de dingen gaat krijgen. Dat is een ander verhaal. Sensio is een ander verhaal. ik ook. Ja, maar goed. Dan, kijk, je Maar je ziet, ziet, ik denk dat Rashid echt wordt al lang, broer. Zelfs wanneer die jongen. Kijk, hij krijgt zelfs altijd de benefit Vorig vorig jaar, dat die jongen 30 keer prikt, wordt hij gebest. Dan denk ik van broer, wat je nog meer van die guy? Wanneer Ik werd je gebashed? Hij werd gebasht, man. Als hij, drie, als, hij, als hij even niet goed had gepresteerd, hij werd gebashed. Maar, doet maar, nog steeds rash Benny goed als hij zo van 40 keer trapt en zo. Broer. Want zelfs in seizoenen waar hij prikt. En hij trapt te veel. Ah, hij trapt te veel. Ah, oh, hij kapte te veel, ah oh, hij kapt te veel. Ah, oh, hij, oh, hij doet dit te veel. Ah, oh, hij doet dat te veel. Dat is altijd zo I'm Ik praat over dit seizoen. En ik heb, het, het, is het, gaat meer om, het, gaat, het gaat meer om de en, effort, ja, en vandaar komt die, het gaat die meer om de kritiek. effort, ik denk echt dat het daarom gaat bro, want nu hoor je zelf ook oh, guys zoals Gary Neville en zo van, bro, like, waarom ren je niet? Want, en guys zoals Gary Neville waren de laatste die iets over hun rechts ja, ja, gingen zeggen, natuurlijk. de laatste, ja. maar bro, wanneer hun eenmaal iets gaan zeggen, dan zie je gewoon van, bro, we just want something more. Ja, dus ik... Ik uh, kijk het Wacht, ik, 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 ik ga akkoord met, met Manza. Want uh, wat was de wedstrijd in de FA Cup tegen Nottingham Forest? Ja, deze week. Daar had ik ook zoiets van. Kijk... Als trappen niet lukt als de skills niet lukken, als, uh, als de akkas en al die shit niet lukken, Zaya. Ja, geef me Oeh, dat. En yeah. jullie weten allemaal, ik ben daar geen fan van. Maar G, jij bent Marcus fucking Rashford. Maar en je wordt rondgeduwd door wie? Felipe en Murillo. Maar, Kom op, man. Nee, dat was een fout. Nee, 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 nee. <laughs> ja, nee. Echt, maar echt. Yeah. Je wordt als een kind behandeld maar kijk, op het veld. jullie zeggen dit. Maar dan, ik ga, ik ga een speler opnoemen: McTominay hij doet dat wel aan, dan is het nog steeds negativiteit. Dus dat is niet wat jullie willen van een speler. Dat is, is waar het mij een beetje irriteert aan nee. de fanbase is. Jullie zeggen, oké, okay, als nee, alles ligt ga je... Als alles ga hoe je van een bepaald speler is. Hetzelfde met Dalot. met Als Dalot niet presteert, is het, ah, ik, kon, ik, kon, ik kon nog iets je van je hem. Maar als dat doen doet, is wij niet goed. Je praat boel. Is Nee, je praat Je hebt net vernoemd wat Gary Neville Neville's Oké, okay, ja, soms heeft hij gelijk, soms niet. Maar wanneer hij zegt, G, ren een klein beetje. Dat zegt heel veel over jezelf. Nee, ballen. laat hem wandelen. Nee, nee, jij wilt Snap hem zien wandelen. Nee, 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 wandelen. Nee, dat is niet jewel. waar. Nee, dat is jewel. niet jewel. waar. Nee, man, zeg. Luister, broer. Want je had een statement gemaakt laster, laster. die niet klopte. Nee, dat is niet We waar. We willen gewoon dat hij meer... Nee, dat goed. is niet waar, broer. Maar luister even, broer. Jullie... Kijken naar spelers met twee maten, twee gewichten. Want als je favoriete speler dat wel doet, of bepaalde dingen niet doet, dan gaan je ogen dicht doen en zeggen, we gaan dat niet zien. Maar dan, dus hetzelfde voorbeeld met McTominay is, McTominay geeft jullie bijvoorbeeld, hè, wat, wat jij wilt van een middenvelder is bijvoorbeeld, dat hij hard werkt als pas, snieluk, blablabla. Ik zeg niet dat McTominay de beste speler is, ik zeg niet dat hij, dat hij de beste prestatie heeft. Ik geef hem gewoon als voorbeeld van, wat jij wel van hem kunt hebben elke wedstrijd is... Als hij slecht speelt en hij scoort niet zijn doelpunt, dan ga je wel output geven. Van hij gaat wel proberen dingen te laten gebeuren. Ook al is dat niet zijn beste kwaliteit. Maar daar gaan we dan zeggen, weet je waar? Nee, bij McTonald's gaan we ook onze ogen dicht doen. Hetzelfde met Fred. Fred heeft een moeilijke, moeilijke wedstrijd, maar hij werkt goed. Ah nee, we gaan onze ogen dicht doen. Dus daarom ga jij, jij moet dan, dan niet tegen mij gaan zeggen: Ah nee, maar als hij niet presteert, moet ik een goede hebben. Wacht, als hij niet presteert, moet ik een heb speler, ik... speler hebben dat hij hard werkt. Want dat is wat die speels hebben, zeggen jullie. Ah nee, maar hij doet niet die andere dingen niet. Ja, maar hij heeft, hij heeft een niet, niet goede wedstrijd, laat hem dan gewoon hard werken. Dat is een waarheid, broer. Dat is de waarheid. Nee, Elke speler moet gewoon werken. Want jij hebt dezelfde, Oké, okay, ben je nu voor of tegen Anthony? Ben je voor of tegen Anthony nu? Als we hem nodig hebben, speel hem. Op dit moment? Is hij een grote voor vorm wie? of niet? Was voor je, wie? Was je even, zo even gefrustreerd met Anthony? Tuurlijk. Oké, okay, maar wat deed je altijd? Ja, maar heb ik nooit gezegd dat Anthony hard werkt? Ja, maar dat is het ik ding. Ik nog niet huh? Maar dat is het ding. Als hij dan gewoon enkel hard werkt, zeg je... Ah nee, hij moet eruit, want hij doet het niet. Ja, maar hij maar doet nee. toch wat je nee. vraagt dan, bro? Nee, nee, nee. Hij doet dat het toch letterlijk wat niet je vraagt, om. Om. Het gaat daar niet eens om. Elke speler moet minimum gewoon hard werken. Maakt niet uit wat je doet. Hoe, hoe maar de maar die hoe... je hard werkt, appreciëren je broer. Nee, maar daar wow, gaat het, dat niet, om, gaat het om. niet om. Het gaat, dat gaat om het niet feit om. Om. dat als het niet gaat, geef ons het minimum. Want als wij, als wij zien, als wij, als wij weten wat jij kunt doen, mm -hmm. en we krijgen niet het minimum, mm -hmm. en ik weet ja, soms van die clips die je online ziet zijn een beetje extreem, maar die clip van. Hè, we gaan niet doen dat dit. Dat dit snap je? Ah, ik, ga ah, ik ga die voorbij laten lopen. Doe dat niet. Oké. Okay. Doe dat niet, alsjeblieft. Maar, maar hetzelfde doen jullie ook met Bruno. Maar hij doet dat niet. Hard werken. Hij werkt hard, maar hij ja, laat maar mensen niet voor, voor maar dat is aan het nie. hem voorbijlopen. Dat, dat, dat is wat ik bedoel. Maar en het, en het, we wat willen wat we we. niet vergelijken. A kan. la base willen jullie dat iemand hard werkt, maar vanaf want Bruno zijn ook aanbessen. Maar als hij hard werkt, jullie zeggen niet over dat ah oh, maar hij werkt hard. Dus je gewoon ah nee hij shit, ah nee hij needs to go, ah nee hij needs to be ja, on the bench. ik vind ik vind dat je nu iedereen met Rashford gaat vergelijken. Nee, niet iedereen met Rashie. Vergeet Rashie. Vergeet Washi. Maar, maar andere om speels. speels. Oké, okay, okay, we gaan het hebben over Sancho. We zeggen ook tegen hem, he doesn't try hard enough. Oh? Of nee, voor Sancho gaan we andere excuses maken. Hij krijgt niet genoeg kansen. Maar dan wanneer hij speelt, weet hij niet hard genoeg. dan gaan wij what zeggen, have, dan have... gaan wij zeggen nee. ah nee, maar hij krijgt niet genoeg kansen. Hetzelfde met Amat bijvoorbeeld, we weten het niet. Maar stel Amad voor, Ahmad speelt nu ja. en hij doet hij, hij doe goede dingen aan de bal, maar hij werkt niet hard. We gaan dat niet zeggen, want we gaan zeggen, ah, dat is mijn favoriete guy, want hij is technisch goed. eerlijk hebben, zijn. Je hebt duidelijk niet naar me geluisterd. Wie was de eerste die uh, zei van Sancho, speelt niet goed genoeg en moet misschien verkocht worden? Ik heb het niet worden? enkel over u, bro. Nee, 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 ik, nee daarnet, daarnet was je naar mij aan het kijken. Ja, ik, ik heb het over, over mannen als McTominay en Bruno mm -hmm. bijvoorbeeld. En geef ik ze nooit de tik van oké, they're working hard, but that's it. Maar op een gegeven moment, bro, verwacht je meer van die guys. Omdat hard werk de basis is. Rashford heeft een periode wanneer het niet goed gaat. En dat kan gebeuren, maar dan werkt hij niet hard genoeg. En daar komt ook nog bij Kijk bro, je bent ook nog een local guy. It's not a good look. Helemaal niet. Dat dat is mijn hele punt. Jij bent echt zoals mensen zeggen, jij bent een local guy. Iedereen kijkt naar jou wanneer het misgaat. En als wij naar jou kijken en er komt niks van u. Daar is het probleem, snap je? En. Oh shit, ik ben mijn punt vergeten. Wat zei je daarnet over uh, Rushford? Ja, ik weet het niet. Dat is een basis, gewoon dat hij genoeg moet. Ja, gewoon, uh, hij gewoon uh, moet de aan, zeg ja. maar. Oh, ja, sorry. Ja. Dus mijn, mijn conclusie daarvoor is dat, op, die, op dat punt. Wanneer het slecht gaat, is het aan jou om het te fixen. Kom niet, en uh, sorry, ik, ik had misschien een beetje. Uh, is het aan hem? Een, om een beetje hard. Ja, tuurlijk. Helemaal aan hem. Tuurlijk, kom niet tegen ons zeggen van ja, stop met negatief te zijn. G. Los het op op het wel. Ja, maar het helpt. Want, misschien. want de, de, de supporters gaan, of, of ze, als, als we slecht spelen, gaan we negatief zijn. Als we goed spelen, oké, okay, dan gaan we positief zijn. Nee, maar, maar kom niet in de media. Dan wij, maar dan missen wij de essentie van een supporter zijn. Nee, maar kom, dan niet, wij het dan Mijn kom niet in de media alles een beetje mixen. Want het gaat om het punt dat je slecht speelt. Mm -hmm. Daar houdt het bij. Mm -hmm. We ja, houden ja. het daarbij. Je, je speelt slecht, jouw wedstrijden zijn niet goed, mm -hmm. jouw inzet is niet goed genoeg. Daar, het, daar stopt het. En ik ben akkoord met wat je zegt: van, als hij slecht is, mocht je er iets op zeggen. Ik ja. ben daar helemaal akkoord mee. Maar, en daar gaat voor mij altijd zo zijn, is de essentie van een fan zijn is. hetzelfde als een huwelijk, door goede tijden, door slechte tijden. <coughs> Zelfs als hij slecht speelt, ja, hij mag op de vingers getikt worden. Maar wat ik soms zie. Naar onze eigen homegrown speler. Denk ik van. Dat is ongelooflijk voor een jongen die hier zo lang is gebleven. Die al kon vertrekken, want we weten dat hij kon vertrekken. Hij was bijna vertrokken twee jaar geleden. Dat maar hij is zee. toch nog gebleven. Omdat hij van de club houdt. En dan geeft hij het seizoen dat hij voor heeft gegeven. Hmm. Dit jaar heeft hij een minder seizoen, want er zijn heel veel andere dingen. Want ik, denk, ik geloof niet dat, hij, dat dit zijn basisniveau is. Ik geloof dat niet. Hij is gewoon heel slecht bezig. En ik vind ook dan als coach dat je hem eruit moet halen. Want dat is ook wat we zeiden over City bijvoorbeeld. Hmm. City kan. Zij kunnen, jij speelt niet goed, jij speelt twee weken niet, drie weken niet, totdat je terug in vorm bent en dan mag je terug spelen. Dus bij City geeft je meestal iedereen altijd wel in vorm. En als hij niet in vorm is, is hij op de bank. Maar bij United heb je dat jammer genoeg niet, dus je hebt niet voldoende kwaliteit om dat op te pikken. Dus ik vind, bijvoorbeeld bij een speler als Rashford, hij is door een moeilijke periode aan het gaan. Dat gaat niet helpen, bro. Als een game maar gedaan is, en ik weet, ik, ik kan dat nu zeggen, ik zeg jullie, dat gaat niks veranderen over de fanbase. Dat is gewoon een het Ik heb geen impact. Mm -hmm. Maar, ik denk gewoon puur uit het princi principe van een fan... Moet jij die jongens voldoende steun geven? Want anders... Als jij toch niet... Kijk, déjà de bro. Als jij niet... Jij bent niet goed aan het werken. En dan als baas, ik kom op jou op je kijken, bro. Ga je daarna tegen mij zeggen, bro. Ik ga nog voor u mijn best doen. Nee, bro. Waarom zeg ik, ik nog mijn best doen? Ik snap je punt. Maar op hetzelfde... Wanneer je door een moeilijke periode gaat... Mm -hmm. Is het ook niet de bedoeling dat ik naar u ga komen en zeggen: Van Ah, oh, alles gaat goed komen? Ja, nee, okay. maar wel zo. Ook... Maak u geen zorgen. Maar we doen wel een Aron, snap je? Snap je, tanket, we zijn echt u, snap je? Ja, maar we kennen allemaal de voetbalwereld. En soms moet je echt wel een, be een klein beetje. Ja, maar... Je moet wel een beetje hars zijn. Je kan, en... niet, je kan niet alle spelers altijd sugarcoaten en zeggen: Van Ja, alles gaat goed komen. En het doet er niks aan, snap je? Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik vind ergens. Ik vond het bij Pogba ook zo bijvoorbeeld. Snap ik, je? Vind, ik vind het persoonlijk, hè, als ik heel eerlijk moet zijn, ik vind dit heel gemakkelijk voor. De, ik vond dat een makkelijk excuus. Het gaat slechte periode, media, ik ga interview doen. Ik vond dat een heel ja, makkelijk excuus. I, I like it when you speak out, snap je? Ik vind dat wel zo'n beetje. Dat, snap je? Er is een beetje personaliteit dan nu, snap je? Want heel veel spelers zeggen gewoon: voert hij me weg, hè van het seizoen. Hè. Het maar, liefst dat, dat, dat hij is... zegt van ik wil hier zijn, nu en in de volgende jaren. Dat is voor mij meer persoonlijkheid tonen dan. Ah, Oké, okay, weet je wat, ik ga niks zeggen, ik zwijg. Zo Sancho bijvoorbeeld, ik zwijg. En mm. dan in januari, eerste dag, ik ben eerst meteen in Dortmund. Ik ja. voel daar niet mee. Als je echt het karakter hebt en je ziet het cool hier zijn, dan laat je dat meer zien. Maar Randy, ik ben aan het genieten van dit. Nou, franchement, franchement um, we hebben vijftien minuten gesproken. Niet, ik gesproken ik nee, sorry wat, man. Ik weet niet of wat ik gezegd heb dat een beetje relevant was, maar uh, jullie hebben heel veel gesproken. <laughs> 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 nou, maar dat was, nee, nodig, maar, dat was maar, nee, maar, nee, maar franchement, wat jullie gezegd hebben, ik luister. Mm. Het ding is voor mij, um, als ik gewoon alles ga bundelen op wat jullie gezegd hebben, is van... De frustratie die we hebben naar een Rashford is... Hij is goed. Hij kan heel goed zijn, maar het Tuurlijk. komt er niet uit. Meer, voilà. hm? we willen meer. Voilà. We willen meer van hem. We willen meer hm. uh, effort, we willen meer gold, we willen meer... Um, um, we, willen, we willen meer dat hij die, die, de, de guy wordt. Mm -hmm. Snap je? Maar daarnaast gaan we ook gaan kijken van... De omgeving waar hij ook gewoon in zit, binnen de club, is gewoon niet... Binnen en buiten de club, want het staat zo. Okay. Okay. Mensen... niet, is ook, is ook gewoon niet ideaal om echt de guy te worden. And en zijn entourage ook. Hey, alsjeblieft. Zijn entourage. Stop met daar mensen naar mensen naar de barbershop, barbershop te gaan en mensen gaan bedreigen. Stop daarmee. Ah serieus? Ja drie jaar geleden met mijn Saif. Serieus? Ja ja oh, wait, wait, wait. ja. man. Oh. Ik zei, Oh wat ja een een scoop. Kijk Kijk nee kijk 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 eens de verhaal Kijk de camera. Kijk de camera. Ik ga verhaal. Ik ik ga, ik heb dit, ik heb dit, ik dit, ik Doe maar. Wacht, wacht. Ik kan wachten. dat. Ik Ik ga sommige. Brian Pierce, bro. <laughs> want... Bro, je gaat een frame, Ik like. een frame, ik Doe het, doe het! Oh, prachtig dit, man. Uh, dus Aaron, uh, je zei dat uh, de entourage van Marcus Rashford jullie heeft uh, bedreigd in een uh, barbershop. Wat is er eigenlijk gebeurd? Mijn maar Saïd wel. Oké. Uh, ze zei, Saïd is uh, naar de, bak, naar de kapker, kapper gegaan mm -hmm. en uh, de broer van uh, Rashford, uh, ik ben zijn naam vergeten, shit, anyway. De Marion, denk het. En uh, <laughs> de broer van Rashford, de oudere broer, heeft Saïd gezien en zei tegen hem van, kijk, uh, wat jullie allemaal over mijn broer zeggen, stop daarmee, want dat is niet mooi, dat is niet leuk. Uh, ja, als het nog een keer gebeurt, dan uh, ja, zullen wij u komen vinden. Mm. Zeg maar. Mm. Dus, en dat was na de wedstrijd tegen, weten jullie nog, die ene wedstrijd 2019 Oeh. op verplaatsing Fijlerburg. tegen Newcastle. Ja. Ik ga gewoon eerst. één uur verloren. Ik herinner me die uh, wat, Ad, Ad die Ad Die Mesh. Ad Ad Mesh. goal was van. Matty Longstaff, als ik niet meer Ja, 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 ja. Ja, ja. Sean Longstaff, ja. denk ik. Sean of een van de. Nee, me nee de dat de was Matty. Was het Matty? Ja. We waren net aan hem gelinkt en hij heeft gescoord. Ja, nu waren die tijden. Want Saïd zei of zo: is de shit one Na ja die fancam zijn ze hem gaan zoeken. Alleen niet gaan zoeken, maar ze hebben hem gezien. Daarna was ik even in Selfridges okay. en hij heeft mij gezien. Mm, Selfridges. En hij uh, zei: Van ja, ah, jij bent die ene gast van. Ik ga de naam van het kanaal niet noemen. Mm -hmm. Jij bent van bla bla bla. Ik zei: Van ja, mm. ah, jullie praten veel over mijn broer. Hè? We houden het alleen bij prestaties op het veld. Hè? Alles wat ernaast gebeurt, pff, niet mijn probleem. Ja, maar dat is niet goed, hè. ik moet daarmee stoppen. Dat is negatief, dat heeft invloed op de, op de spelers. Ze kijken naar u en zo. Ik, allee, ik zou dat niet moeten zeggen, maar in de kleedkamer wordt er veel over jullie gesproken. Ik stel van. Oh, Wallah, <laughs> <laughs> oh, <dat lacht> dit is. Ah! Oh. <laughs> oh, oh. <laughs> en op een moment hadden we zelfs, zelfs gehoord van. Hè, video's van ons, als ik ons zeg, ik, Saïd, Rens en zo. Mm. Uh, werden verbannen van de kleedkamer, omdat dat een negatieve invloed had op de kleedkamer. Dus ja. De niet doen, niet doen. Uh, Dale, denk niet ik. D, nee, ik weet dat het met deze. Ik Dale is. Deel Rashford lakje. of zoiets. Dean yeah. of Dale yeah. of zoiets. Ik weet het niet. Eh, welke die? <laughs> <laughs> anyway. Maar... <laughs> niet doen. Het was, uh, was, was een heel lang gesprek over Rashford, man. Uh, maar wat ik er eigenlijk bij wou toevoegen is, um, alles wat hmm? jeugd, jeugdspelers is, omdat we inderdaad hebben heel veel over Rashford hebben gesproken, het ging ook even over, over uh, Forsten, omdat Forsten heel veel. Uh, ja, hij heeft ook heel veel haat gekregen. gekregen. Voor iemand die zijn debuut maakt. Jawel, man. Ik blijf ik, er. Nee, Zeker van mij, ik blijf, ik, ik het, mee, ik blijf bij, het, het is niet naar hem. Echt waar. We hopen echt dat het succes. Ik denk dat echt gewoon bij heel veel guys liggen gewoon van. Die frustratie die. Ten, um, ten Hag? Bij Ten Hag en dialoog gewoon puur van. Ik denk dat mensen echt gewoon gedacht hadden van. Als hij kans krijgt. Ja, gaat gaan yeah. de next guy worden. Mm. En. Het voelt bijna alsof hij dit expres doet om zijn punt te halen of zo voor iets. Ja, maar, maar wat aan ja. mij stoort met, het is inderdaad een frustratie, want ik denk iedereen was vorig jaar enthousiast over Diallo, zeker na zijn periode bij Sunderland. Ja. Maar voor mij is het een beetje, je moet er ergens juist kanaliseren als van, wij zijn niet blij dat Diallo start, akkoord. Hmm. Maar het was niet voor Anthony, het was niet voor Garnacho, het was niet voor Nimporte wie, het was voor een eigen jeugdspeler. En ik denk dat we het allemaal gaan zeggen: stel je voor, Mwanza, wij doen de show. Jij komt, ik zeg eigenlijk, maar nee, eigenlijk wou ik dat die kwam. Man. Nee, man, ik wil eigenlijk medie, man. Nee, nee, ik nee, wil medie, man. Ga ook, denk je, ergens zo van, oh, zorg, ik ben niet goed genoeg mm. of zo. Mm. En mm. daar vind ik dat een beetje fucked op, want hij is wel iemand die 18, 19 jaar is, hij heeft zijn pad bewandeld, van Issy en al die dingen daar. Hij komt daar bij mij United, bij de club waar hij dan maar zijn dat weten we niet. En dan zegt iedereen nee, welkom bij die andere guy. Ja, ik kan ook een beetje zeggen van, oh fuck, ben je niet goed genoeg of zo, snap je? Dus daarom, ik begrijp, het gaat meer over dialo. Maar in die reactie ben je wel iemand een beetje aan het disrespecten. Ja. Nou vind ik jammer. Hetzelfde als, als een speler, uh, wordt je gewisseld, iedereen biedt boe te roepen. Oh, hoe voelt hij als Je speelder? Oh broer, zal ik dat niet toevoegen? Wanneer dat specifiek incident gebeurt, ik denk niet dat je dat echt kunt controleren. Nee, Wanneer de fans gefrustreerd zijn... Persoonlijk, ik zou, ik zou niet aan een fan kunnen zeggen van jij mocht boe zeggen, jij mocht dit doen, en jij mocht dit niet zeggen of dat niet zeggen. In het stadion zelf. Nee. Ik ik, ik, ik ga, ik maar snap ik snap je? dat. Want die, die emoties op het moment kun je niet controleren. Nee, snap je? Ik, ik begrijp dat. Maar ergens vind ik van, je moet denken aan het, aan het mentale aspect van wat je doorgeeft aan een andere persoon. Ja, ik ben niet akkoord, want het ging over een wissel van Hoyland. Want hij wisselde Hoyland altijd na 16 minuten, want we weten niet waarom in het seizoen. ja, omdat ja, ja, hij nog niet genoeg was. Ja, hij was nog niet fit genoeg en zo. Yeah. Maar... Hij wordt je boet en hier in de komt, denk ik ook zo van. snap je bro? Maar ik denk dat wanneer supporters dat doen, denk ik meer. Naar de coach toe. Naar de coach toe. Ja, dat Wat doe je? Het is een beetje zo. Nogmaals, ik denk echt dat het niet voorzien is. Want het ding is, zeg maar, de nacht doet dit vaak. Hij guess spelen zo hard, Facundo. Zo hard, waardoor de fans zoiets hebben van: oké, de guy Niet alleen. We moeten ook denken aan dialoog bijvoorbeeld. We praten nu over Forsten. Maar bro, hoe moet hij zich nu voelen? Nee, maar hij heeft zijn ik... uitleende beurt gehad. Ja, ja. Doet zijn ding. Ja. Hij ziet dat hij de eerste helft van niet speelt. Maar okay, denk dat hij laat, laat, laat me uitgeleend worden. Ten nacht zegt nee, je gaat je kans krijgen. Maar hij is vandaag geblesseerd geraakt. Nee nee nee. Toen precies, hij terugkwam, ne? toen hij terugkwam. Nu ik bedoel nu in januari, hij wilde weggaan. Ah zo, yeah. Yeah. hij wilde weer. Yeah. Ja wilde maar weer Melanga. Nee. Ja dan, maar en daarom zijn we ja, maar, voor, en dan danst dat steeds in ons, we zijn verbaasd ja, waarom. Het ding is, is hij doet het vaak. Ik denk <laughs> gewoon voorzien is het nu gewoon omdat. Ja het is het is fire natuurlijk he? want het is zijn debuut misschien he? ja. En het, het heeft zo'n ondertoon. Hmm. Maar ik denk echt niet dat het van fans vanuit die. Nee, kant dat snap komt, ik dat, maar Het ik komt zo over natuurlijk, ja. omdat. Maar ik dat denk vind niet ik dat jammer het, gewoon. Maar ik wil gewoon echt specifiek. Ik denk niet dat het. Ik wil gunnen voor. Eigenlijk we zagen we we, het toen, toen we het nieuws zagen, is... nieuw zagen, hmm. nieuw zagen. Sorry, dan laat ik gaan. Dan moesten we blij zijn dat Fortune start. Zo'n Ah, onze jeugd. Maar we waren meer van Ah, Amad zag niet. Maar, maar ik, 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 ja. vind het, ik vind het soms ook een beetje zo van. Want we hebben die traditie van elk jaar uh, één, minstens één speler van, de van onze academie op de bank te hebben. Maar ik vind het soms een beetje Forst. geforceerd. Ja, ik vind het ook. Snap grappig. je? En, en ik, ik vind het soms echt zo van: oké, ah, oké, okay, ah, okay, kom, kom, maar. Ah, jij? Ah, kom maar. Ja. Snap je? En hetzelfde gebeurde ook met, met, met Hannibal, met Meshbrie. Uh, hij speelde de Champions League wedstrijd, als ja? ik niet mis ben ja, ja. tegen Bayern München. Ja, ja. Daarna was het zo van, ah Hannibal is dit, hè hij is een voorbeeld. Alsof hij stats en... wilt. Broer, hij uh, was op Hannibal Hij zei heeft hem zo broer. gehyped. <laughs> en dan bankiert <by> <laughs> Hij heeft geen minuten meer gezien sinds oktober. <laughs> ik ik vond het, ik het echt met die guy. hè En, een... en daarna waren we verbaasd dat hij weg was in, in januari. Zo. Want, je want je geloof mij, Forsen gaat de volgende guy worden. Maar het ding is maar Forsen, kijk, weet je wat nee, ik denk? Nee, hij de nee, gaat de volgende nee. guy worden die hij nu zo hè Zoet houdt ja. puur om iemand anders die Bro. hij niet loeft ja, weg te houden. Forsten for, zit nu in een contractverlenging mm. gesprek. Ah ja, en ze proberen hem. Oh. We proberen minuten te geven. Ja, want we hadden het ook nieuw... zelf doen met Isaac. Wow. Uh, Hansen. Hansen Diegene die, die naar de Bremen is gegaan. Ja, bro. Zie, nog ik zie ze in zijn Zou We het proberen, bro. Want dan <laughs> ze zeg je, Ah, kom met belofte, eerste ploeg. Eh, we gaan wow. je laten spelen. Hij heeft gezegd: Nee, het is ja, ik ben weg. Maar om aan te zetten met wat je zegt, we hebben het gezien met Elanga vorig seizoen. We hebben het dit jaar gezien met Hemesbury. We hebben het dit jaar gezien met Facundo. Ten haar ja, komt inderdaad wat buiten. Gezien, we hebben het gezien met. Hoe noemt die ene guy die uh, uitgeleend was naar uh, Bolton? Short tie of zoiets. Short tie, yeah. sorry. Hij zit nu gewoon bij de belofte. Nee. Short, yeah. short tie. Ja, yeah. hij wil we hebben ook zitten, gewoon ja. uh, uitgeleend worden en Tenach zei wat niet. En Tenach heeft gewoon een track, slechte track record, record met de jeugd bij Ajax ook, hè? Ah, serieus? La, laat het je niet voelen. De guys die <laughs> er al waren, ja. die gebruikt hij, maar ja. de rest van de jeugd, bro, nee. En dat is net het wow. en dat is het maar al voor Hij <laughs> heeft niemand seizoenen Sorry, laat wow. Waar is al Fernandez? Fernandes? Waar is hij nu niks bij. Ja ja ja. Hij, <laughs> hij zei vandaag dat <laughs> vind het, ik het ga, echt jammer man. Hij gaat dit jaar een kans krijgen want dat vorig jaar ook. Waar ze vorig jaar werd hij ook uit de Championship. Bij Preston. Broer, we kunnen namen zeggen. Wie was de Eredrix back daar eh uh, Itel. Dat moet. hij is goed, goed. Ja uh, oh. maar Hij is <laughs> echt goed. Zijn tijd zat erop. Hij heeft lang. Uh, ja, ja, ja. Hij, heeft, uh, hij heeft lang bij de heeft gezeten. Hij heeft iets geleerd. De enige die heeft respect dat ik hem was, Brandon Williams. De <laughs> rest. <laughs> I don't fucking with Dan hoor je dat gewoon terug. Als he, Brandon als Williams, <laughs> I respected. Maar dat is net het hele ding nu, want. Um, we, allee, als we praten nu praten over, over onze jeugd. Over onze jeugd uh, um, Academie. Yeah. En uh, de spelers die wij jong gaan halen, zoals een uh, Diallo, zoals een Facundo. Um, ik snap dat ze niet van in het begin met United gaan spelen. Ik snap dat. Mm. Maar je moet toch wel een bepaald plan hebben met die spelers. En dat is weer het hele probleem met het. Ik ga weer terug naar het beleid, gelijk. Mm -hmm. um, als je nu kijkt bijvoorbeeld, laten we de situatie pakken van een Hannibal, van um, Alvaro Fernandez en van Diallo. Die, twee, die drie spelers zaten in de, in de, in de Championship. Mm. En hebben eigenlijk alle drie een heel goed seizoen gespeeld. Mm -hmm. um, ze komen alle drie terug. Dan moet je gaan kijken van oké, okay, wat is de ideale juiste stap voor hun? Mm. Als je ziet de statistieken van, van Diallo, hoe dat die statistieken waren, dan moet je gaan kijken van oké, okay, zetten wij hem, zetten wij hem voor, zijn, voor, zijn, voor zijn evolutie, zetten wij hem in de Premier League of leen we hem uit naar een top 5 competitie, League A. Uh, uh, Bundesliga, Bundesliga. Bundesliga, etc. Bundesliga, ja. Waar gaan we hem zetten zodat hij verder kan evolueren? Mm. Wat doen wij? We houden hem bij. Hij heeft, heeft ongeluk gehad met die blessure. Mm. Hannibal, hetzelfde. Hij speelt een goed seizoen in de championship. Eigenlijk championship is dan eigenlijk dat is zijn niveau dan eigenlijk niet meer. Oké, okay, hij heeft de volgende, uh, volgende um, stap nodig. Blijft hij bij de club of gaan we hem uitlenen? Als je toch weet dat dat een jonge speler is van 19, 20 jaar en dat hij niet veel, veel wedstrijden gaat spelen. Dan moet je hem ervoor zorgen dat hij elke week gaat spelen. Ja. En dan, kijk, dan moet je kijken naar alle spelers die de voorbije jaren eigenlijk zijn gekomen. Broer. Waslijst, broer. Wat lief? Waslijst. Dat is verschrikkelijk slecht. Dat is verschrikkelijk slecht hoe we onze jonge spelers opvolgen. Dat is verschrikkelijk slecht. Want um, als we echt gebruik willen maken van onze, van onze jeugdacademie. maar dan moeten wij die jongens echt. Echt gaan, gaan opvolgen. Op de op juiste manier gaan opvolgen, zodat ze op een bepaalde manier. Kijk, ja. Je weet, je weet goed genoeg een voetbal. Je, je begint, dat is een piramide. Je begint met heel veel mensen. En het tijdelijk van boven komen er maar één, twee mensen er, komen er maar uit. Mm. Maar je moet er juist we voor zorgen. Ik vind er echt negen jaar die we hebben gezegd. Yo. Ja. ja. <laughs> en en de meeste Premier League. En ik vind het jammer. Bij mij, hè? Want bij mij bijvoorbeeld een dialoog die het niveau om bij United in eerste boeg te zetten. Maar hij heeft wedstrijden nodig. Een Hannibal is voor mij het niveau. Broer, Hannibal technisch is beter als dingen. Hij is beter als McTominay. Hij ja. is veel beter als McTominay. Die kan veel meer brengen dan wat de McTominay niet doet. Hè? Mm -hmm. Veel meer wat we nu nodig hebben in de ploeg. Hij kan dat maar even mm. ja, Hij heeft minuten nodig. maar... heeft minuten nodig. Wedstrijden spelen met de belofte. Wedstrijden spelen in de Championship. Dat is nu, op dit moment dat is niet goed voor zijn evolutie. Ja, maar het ja. ding is. Maar één, dat weten we al langer. En ik denk het perfecte voorbeeld dit jaar is Meno, die wel zijn minuten krijgt. Maar dat is eigenlijk puur omdat de Amarabad niet presteert. Hè? Ja, want, mm -hmm. want ik, zou ook, ik was in het begin heel erg tegen de Amarabad-transfer, omdat we wisten dat gaat gaat aan doorkomen en in precies preseason werd al gebruikt. Ik wist eigenlijk al ergens van, Menno gaat dit jaar normaal een munten moeten krijgen. Maar hetzelfde met Amat inderdaad, vorig seizoen. Dus ik denk dat we hier zelfs een gesprek hebben gehad van, wat doen we met deze speels? En ik denk dat we allemaal zeiden van, we lenen hem gewoon nog eens uit aan de Premier League Club, dat hij daar nog eens weer aan niveau gewoon gaan worden. Maar dat is typisch met United, man. Elke keer dat we speels hebben, we weten niet hoe dat we daar mee omgaan. En dan binnen tien jaar zeggen we, ah, jij bent hard, kom maar terug. Hetzelfde met Elanga. Ik zie niet dat hij terug moet komen, maar om dan terug te gaan naar het voorstel. Als je een speelboot moet gaan halen met snelheid, die op twee vangen kan spelen, en die een beetje kwaliteit heeft, dan, dan had je die geil, snap je? Snap je. Ik vind ja. het jammer, want het ding is, zeg maar, um, en ik denk dat Ten dat zelf ook wel gewoon doorhebt, je zit in een periode, zeg maar, je speelt niet voor de titel. Hm? En dit zijn juist de periodes dat je zeg maar de guys van de jeugd die hard zijn Kansen moet geven. Maar forceert broer. Zeker, zeker als, ze, mm. zeker als ze guys zijn die niet goed zijn. Ja, maar weet je, weet je, het probleem is bro, waar ik nu bijvoorbeeld wat fok bij. Bij, bij, bij Chelsea bij Pochettino is van het een seizoen is zijn morgen ah oké okay. we gaan Petrovic laten spelen we gaan die guy laten spelen broer maar bij hem Bro, stel Bro, stel eens een lange hij wil die top 5 forceren broer ja, ja, ja. hij wil zijn job redden broer hij wil die top hey. <coughs> <laughs> hij wil die top 5 forceren broer dus hij moet sowieso hij moet sowieso zeer voor die dingensken want denken over na, na we gaan afronden denk er over na, <laughs> na denk over na ons laatste want normaal gezien we hebben we hele lange tijd zo onze jeugd, ze, ze deden niet zo goed met een hè Maar de laatste tijd, we hebben zo een paar spelers gehad die in de Championship zijn gekomen. Hè? Mm. Garner. We zijn recent um, goed beginnen uitleren. Diallo ja. en zo, hè? En in Garner hebben we al gezien van. hmm. Misschien maakt. Want we, we, ze zeggen heel vaak toch. die stap van Championship naar Premier League. meestal is die wel te overbruggen. Mm. Voor spelers die dan, omdat hè, lang seizoen. Mm. Uh, veel fysieke uh, duels en zo. We zien bij Garner en zo dat hij die stap heeft kunnen maken en zo. Dus bij Diallo gaat het altijd zo'n ding zo van. What if? Mm. Daarom moet je gewoon zoals FIFA doen. Als je die jonge spelers hebt, moet je die gewoon twee jaar uitlenen. Ja. Ah, direct, broer. Wat? Ja, broer, direct. Die komen weg. Met... Kijk, broer. <laughs> je hebt die, heb die jonge spelers. Gezet. Je ziet naar de statistiek. Je ziet dat. heeft dat, dat, dat. Oké. Je zet hem op uh, dingen op de transferlijst. Op de transferlijst. Om uit te lenen. Je ziet van oké. Okay, mm, die ploeg, die ploeg, die ploeg. Die, die komt. Je zoekt op oké. Gaat hij kunnen spelen? Oké, okay, oké. Okay. Bam. Twee jaar. Broer. Twee jaar, ja. deze jaar een beetje moeilijk, maar dat gaat beter worden. Twee jaar maakt ja. kapot. Ik kom terug. Twee nieuwe uitingen in Zo moet je dat doen. Als ik talent is op FIFA broer. Deja als als ik geef op FIFA broer, ik geef een maximum prospect of sporadic... Broer. Je hebt niks, niks rotatie. Niks, niks, niks rotatie of belangrijk broer. I'm, I'm not happy with my playing. Broer, hé broer. broer, 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 broer. I'm the coach, you have to wait, bro. Nee, ja, broer. Als ah, broer. Hey, je koopt hier met die contract of je van broer. Laat me maar bij man broer. Ah, dat is niet mijn lachen. Ik had die video gezien van Said, toen hij bij de Madrid was en dan had we een Mbappé kopen, broer. Dat je ah, en hij heeft uh, iets van 100.000. Ah, ja, ik geef hem 200.000 wat ze Ja, hij, hij kreeg 180. No, please. <laughs> ah, dit killed, Said heeft mij gekild, broer. Bon. Um, dit was Glory United. Ik was host, Brian was de wachten. Ik was hier vandaag met. Uh, uh, nog steeds happy birthday, nogmaals. Birthday. Ik vind het jammer dat je happy birthday moet vieren om één, je te bekijken en te zien verliezen. En dan nog eens een uur erover te spreken. Dus ik vind daar heel veel respect naar maar jou. Zie je, maar zie je, toen je, toen je die, die, die vraag stelde in mm. de groep van. Ah, je wou eerst niet komen, cool, hè? Ik zei, ja. Ja. Mijn, antwo Mijn antwoord was duidelijk. Ik zei: Allee, <laughs> Broer, ah, bro. Oh en dan wil, ik, uh, dan wil ik uh, Miek Mil en Puff Daddy bedanken. Puff, oh, she Puff, she Puff Daddy, did. de sikaya. Kijk, de dame die aan <laughs> mij heeft. Geen respect, hè? Geen respect, man. <laughs> Miek Mil, dat kost. Nee, ik like maar. Aaron Sikaia was hier. Aaron Sikaia was hier. Sowieso yes, altijd. Yes. ja, jij ja, respecteren. En mijn uh, soldaat Mwaza was hier ook. Jij bent en... de eens met grooming allegations hè. Wow. Oh, yo. Medisch. Damn ik claim medisch. <laughs>